Ding, ding. Hier hing dan zo'n mooi tingeltangel dingetje erboven. Ja, zo'n klokje met een vogeltje wat floot als je binnenkomt. Ja. Ik heb echt een brok in mijn keel. Nee. Het doet me gewoon, het doet me zeer. Mij zie je niet doen. Nee, maar het is gewoon zo. Laat ze toch snikken. Wij moeten de klappen hier opvangen bij dit hek. Buurman mag de uitwandkant. Buurman, dat is niet de afspraak. Waar slaat het op? Waar slaat het op? Probeer het niet. Blijf op, we gaan nog van mij af. Het is oorlog op het klein. Een burgeroorlog in het klein. Ik ben op weg naar Friesland en daar ga ik een hek bekijken. Ik hoop dat hij mooi is. En ik heb champagne bij me om te proosten op de overwinning van Bart en Anne in Zaandam. Want in hun appartementen was namelijk voor duizenden euro schade ontstaan door een enorme lekkage. Hier is lekkage geweest. En dat liep zo op de bankstel. Als een waterval liep het hier naar beneden. Voordat ik naar Nijenmeerdum afreis, ga ik naar de camping in de Wieringenwerf. Daar moesten de huisjes worden afgebroken voor januari 2012. En Jaap en Ineke hebben voor tienduizenden euro's geïnvesteerd om hun huisje eigenlijk tot een paleisje te maken. Maar de gemeente zegt, ja, jammer, wij hebben een nieuw bestemmingsplan, dus de boel moet plat. Alles moet weg. Schuurtje, ja, alles. Ja, ja. Niet te geloven. Dit is echt niet te geloven dat dit kan. Belasting betalen en dan wordt alles wordt je afgenomen. 2005 begonnen met bouwen. Het paradijs voor ons was het op aarde. Dit had je gebouwd, dit had je voor ogen. En uiteindelijk wordt je dat ontnomen. Vorig jaar in augustus is het besluit gevallen, we gaan er nu echt mee stoppen. De camping, als we doorgaan, moeten we ook als eigenaar van de grond, moeten we eigenlijk zoveel investeren dat we zeggen, nou daar is hij toch eigenlijk te klein voor. Dus die investeringen doen we ook niet en dan zeggen we gewoon, we stoppen. Wij zijn hier dus al vanaf 1999 hier op deze camping. Dit huisje, we hebben dat gekocht en het was liefde op het eerste gezicht. We zijn gelukkig hier in dit huisje. Deze ramen hier, die komen uit een oude kerk uit Den Haag vandaan. Er zit historie hier in dit huisje. Ik vind echt, er wordt gewoon je... Het is niet alleen het huisje wat ze je wegpakken, het is je thuis wat ze afpakken. Wij zijn gewoon, ja, beetgenomen. We zijn gewoon bedonderd. We hebben er bij elkaar nou, tussen de 35.000 en de 38.000 euro aan uit moeten geven. En om dat dan in één klap weg te slopen, dat gaat te veel om mijn hartje. Dat zou ik zelf niet kunnen. Als dat zou moeten gebeuren, dan moet een ander dat doen. Want ja. Nee. Oh, wat waren ze boos. En de zaak had ook nog eens haast. Dus meester Visser deed gelijk na de hoorzitting een uitspraak in het prachtige kasteel in Medemblik. U heeft een huisje gekocht en u heeft een huisje gebouwd op grond die niet van u is. En daar zit altijd een enorm risico in natuurlijk, want de grond is niet van jou. Ja, natuurlijk. Maar ik heb op dat gemeentehuis gezeten, ik heb gesproken met die mensen. Maar het is wel een gesprek dat je een huis neer gaat zetten en dat je dan praat over de dingen die daar van belang voor zijn. En dan had hij heel makkelijk kunnen zeggen, het is één regeltje geweest van, joh, houd er wel rekening mee, duurt maar voor 5 jaar. Dan had ik direct gezegd, weet je, ik stap op, ik ga ergens anders naartoe. En er staat heel duidelijk, 60 jaar zou de camping nog bestaan. En laten we wel zijn, dat is de basis waarom ik het huisje heb laten neerzetten van 38 mil, hoor. Ja, nou, onze verbouwing ook. Het voortbestaan van de camping was op dat moment totaal niet te sprake. Dus ik kan me dat ook eigenlijk niet goed voorstellen. Dat het nu naar voren gehaald wordt, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar het is toen geen issue geweest. Ja. Dat staat er zwart op wit en volgens mij heeft u dat verslag ook gekregen. Er staat heel duidelijk, zwart op wit, dat je er rustig van uit kon gaan dat de camping nog 60 jaar zou bestaan. Uitspraak in de zaak van Tonkes en Wieten tegen de gemeente Wieringenmeer. Ja, wie zijn huisje bouwt op andermans grond, blijft met lege handen achter als de huur van de grond eindigt.
En dat lot treft ook de eisers in deze zaak, die overigens niet van de gemeente huren, maar van campinghouders Edens. De gemeente heeft geen contract met eisers, zodat niet valt in te zien waarom zij zou moeten betalen voor de schade die eisers leiden, doordat de huur met Edens wordt beëindigd. Dat de gemeente eisers bewust verkeerd heeft voorgelicht, is wel beweerd, maar niet bewezen. Het stond en staat de gemeente vrij om van gedachten te veranderen als het gaat om de bestemming die ze wil geven aan haar gemeentelijk bezit. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Ja, wat moet ik nog zeggen? Ik ben zeer teleurgesteld. Ja. Ik ben echt zo verschrikkelijk kwaad. Ja. En ook omdat de gemeente niet weet wat ze nou met die grond willen. Nou, meneer de wethouder... Ik kwam uiteraard de teleurstelling van de eisers voorstellen, natuurlijk. Die hadden veel hoger ingezet. Nou, ik hoop dat het in ieder geval niet jarenlang een braakstuk liggend terrein is. Want dat is wat ik ook heel erg proef in het antwoord van deze mensen. Ja, en daar zullen we als gemeente aan werken. Nou, ik schrik hier wel een beetje van. Want het is dus nu helemaal overwoekerd. Daar was, meen ik, het hutje van Ineke en Joop. Oh, daar staan ze. Hoi! Daar zijn jullie. Ja. Jullie willen nog wel terugkomen op deze plek. Nou, of voelt dat niet helemaal... Met gemeentegevoel. Hoi, Ineke. Hey. Hoe gaat het? Ja, nou ja. Hoi, ja. Hey, Jet. Alles goed? Nu je hier zo staat, wat voor gevoel krijg je daarvan? Emotioneel. Emotioneel? Ja, dit was mijn thuisavondje. Ja. Mijn huisje. Ik mis het gewoon. Ik zie het helemaal aan je, hè? Ja. Dat het, het komt weer helemaal... Ja. Ja. Maar ja, tegen de overheid, gemeente, kan je dan schijnbaar heel weinig doen. Hier had je inderdaad... Oh, nou weet ik het weer. Ja. Hier hing dan zo'n mooi tingeltangel dingetje erboven. Een klok, ja, met een vogeltje wat floot als je binnenkwam. Ja. Oh ja, die papegaai, wat was het? Achteraan, daar stond die blokhut, het schuurtje. Ja. En dan het huisje met hier nog een klein tuintje voor. Ja. Ja, een bankje, een zitplaats. En dan was daar je keukentje het of je keukentje met die glas-in-loodramen. Met prachtige glas-in-loodramen. Ja, die dus allemaal stuk en geslagen zijn en gestolen. En er is ongelooflijk veel vernield. Ze zijn door de ramen naar binnen gegaan. Dat was dramatisch, dat heb ik gezien. Het was echt helemaal aan puin geslagen. Er is over alles is er gelogen. Ik kom nogmaals terug op die brief uit 2001 waarin stond dat dus die camping nog 60 jaar zou blijven bestaan. Er is geïnvesteerd. Wij hebben 10 jaar lang aan een riolering meebetaald die nu hier voor noppes in de grond ligt en die kapot gereden is door vrachtwagens en weet ik veel wat. Ja. Bij elkaar zo'n €1000 hebben wij betaald. Ja. Ja? Dan hebben we nog bijna €1000 moeten betalen voor containers. Ja. Al die vernielingen die er aan... Nou, meer dan €3000. Dus meer dan dat wij teruggekregen hebben. Ja, allemaal en met het idee. Ik ben mijn basis Precies. ben ik kwijt. Ja, ja. Want dat lijkt me dan nog het meest... Maar op een gegeven moment word je gewoon moe. En dat weten ze. Mm-hmm. En je wilt verder met je leven. Maar mijn hart ligt nog steeds hier. Ja, ja. Ja. Tussen het onkruid. Tussen het onkruid. Het is, ja. Het is beestachtig. En Jaap, hoe is dat voor jou? Want ik weet, je had een prachtig huisje. Ja, daar had je ook behoorlijk wat in geïnvesteerd. Ja, je bent zo gefrustreerd door de strijd die je voert. En ik had op een gegeven moment van, nou jongens, ik ben er klaar mee. En ik vind het prima. En ze zoeken het eruit. En wat er van terecht komt, nou dit. Ja. Dit komt er van terecht. Dat wisten we eigenlijk al van tevoren dat zou gebeuren. Want ook dat, Ineke is dan woord. Maar ik vond, wat mijn grootste frustratie was, is dat je hebt, dat we daar toen mee bezig waren. Nou, je hebt dan wat geld gevangen, oké. Maar wij hadden een investeerder gevonden, want ze wilden een kwaliteitsslag maken. Ja. We hadden een investeerder gevonden, die man die was zo geïnteresseerd dat hij er echt een ton in wou steken. Ja, jullie hadden bijna een soort doorstad hadden Ja, we hadden een doorstad kunnen maken. Ja. Ik heb echt een brok in mijn keel. Het doet me zeer. Mij zie je niet.
Nee, maar het is gewoon zo. Verplaats het toch niet. Ik kan het zien, hier stonden wij. Ja. Deze plant, althans struik, die staat er nog. Want die heb jij geplant? Die heb ik geplant. Oh ja. En dat was hier jouw veranda? Hier was mijn hekje. Ja. Hier was mijn gras. Godsam. Ja. Als ik dit zie, nou, dan schieten de tranen te verdorie in je ogen, man. Joh. Verschrikkelijk. Nee, ik ben blij dat ik weg ben. Sorry. Maar... Ja? Ja, nee, maar nee. De vraag van waarom? Oh, kijk eens. Hier. Ik kan hem gewoon op marktplaats, hè? Die kunnen we nog verkopen. Oh jee. Weg met die troef. Fleurtje. Wij hebben de gemeente natuurlijk ook uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, maar zij konden niet. Ze hebben wel iets gemaild naar ons en dan zal ik even een stukje uit voorlezen. Vooralsnog is het stuk grond van de voormalige camping toegevoegd aan het openbaar groen. Het bos ernaast. Nou, ja, dat zien dat we. Klopt, ja. Het terrein is opgeruimd. Waar? Ja. En geeft ook geen aanleiding meer tot klachten van omwonenden. Er is in het verleden wel initiatieven geweest om op het stuk grond iets te starten. Maar eerst moet het proces rondom de lokale woonvisie voor Hollands Kroon worden afgerond. Er staat hier wel, mocht u nog vragen hebben? Mogen we bellen? Dat staat er, nou. Ja, nee. Ik kan daar niks mee. Bla, bla, bla. Dat is een verhaaltje, een nietzeggend verhaaltje waarin ze zich onttrekken aan het verhaal wat er eigenlijk heeft gespeeld. Ja. Dat komen we nooit te weten. Dat zal altijd achter gesloten deuren blijven en daar hebben wij mee te dealen. En dan heb ik zoiets van, nou, als je het dan zo graag wil, sodemieter dan op met je troep. Ja, ik ken dat niet. Ik ga hem je wel geven, ja, want dit is wel iets wat voor jullie aan jullie is gericht. Ja, oké. Ik ga afscheid nemen op deze mooie plek. Ja. Ik wens jullie op jullie nieuwe plekken het allerbeste. Ja. Hopelijk blijven jullie daar veel langer. Dag Fleur. Dag Mattie. Hier in Nijenmeerdum loopt het helemaal mis tussen Ernst en Richard. Beide mannen hebben een klein maar schattig huisje op een hele groot stuk grond. Alleen de grens tussen beide percelen die loopt scheef. En als Ernst problemen krijgt aan zijn riolering, loopt het helemaal uit de hand. Wij waren aan het werk en je komt terug en er staat een rood dranghek. En 2-3 zaterdagen later kom je nog een keer en er zijn de grote dranghekken er neergezet. Zonder overleg, gewoon schotse scheef neergeklapt. Heel jammer. Nou, eigenlijk de kern van de zaak is die stenen die eruit heeft gehaald. Het zijn rioleringsbuis die ligt op onder de kadastrale grens. Die ging kapot en vervanging was nodig. Zonder vooraf te overleggen is hij eraan begonnen. En, hij heeft de sleuf heeft hij weer dichtgegooid. Alleen de klinkers die liggen nog steeds op één bult voor de voordeur. Nou ja, dan moeten jullie kijken. Iedereen breekt zijn poten erover. Dus, en ik zelf ook, ik kan net het hak inrijden. Dus, Ik kan moeilijk gaan herstraten. Ik wil alles wel repareren wat ik gesloopt heb. Met alle liefde, want ik heb het er ook uitgehaald. Maar ik ga niet zijn stenen op mijn erf voor hem weer terugstraten. Ik ben een hele goede jongen, maar dat gaan we niet doen. Het kadaster heeft de palen op de juiste plek in de grond geslagen. En zo weet meester Visser precies hoe de grens loopt. Hier staan de palen. Nou, en dan zien we gelijk al. Dan gaan we eigenlijk zo, hè? Op die palen. Hier loopt eigenlijk de erfgrens. Ja. Volgens het kadaster. Ja. Tot aan dat paaltje daar. Ja. Dus dit stukje van de schutting staat kadastraal aangezien redelijk goed. Ja. Ja. En dan gaan we deze kant op. En dan zou tot aan het einde, we zien het al staan, zou dit allemaal weer bij dat huis horen. Ja. Er zijn zoveel onduidelijkheden dat ik zeg, dit kan niet rechtvaardigen dat Veenstra de grond door verjaring zomaar kwijtraakt aan de boer. En ik zal daarom beslissen dat de kadastrale grens
de enige grens die we echt kennen, ook de juiste is. Volgens de wet heeft Veenstra recht op een schutting op die erfgrens, op gezamenlijke kosten van partijen. En daaraan moet de boer dus meewerken en meebetalen. De vordering van Veenstra wordt dus toegewezen en die van de boer afgewezen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Kijk eens even hier. Het is hier mooi geworden, niet normaal. Stevig hekkie. Oh. Tenminste, dat lijkt het zo. Oh ja, ik kom in de buurt en de boel is gelijk alweer gesloopt. Hoi, Ernst. Welkom, ik heb net even je hek gesloopt, Paul. Ja, het valt mee. Had je een maandagmorgen modelletje? Nee, de laatste details nog even. Het moet altijd even afgemaakt worden. Ja, dat kan nog wel eventjes. Ja. Is het echt vers? Nee, een maand geleden denk ik. Is nou, ja. Ja. Ah, ja. Hé, hey, maar wat ziet het hier mooi uit. Ja, het is heel mooi geworden. Wat heb je allemaal gedaan in een half jaar tijd? Ja, nieuwe grote, nieuwe dak, dakgoten eromheen. Kozijnen, nieuwe muur, een stuk lager omheen gezet. Super. Ja. Want je hebt geld gekregen ook voor de schutting. Was het zoveel dat je de hele... Nee, voor de schutting. Kom mooi voor de schutting en we hebben hem gezellig samen gezet. Leuke dag gehad. Ja, een afgelopen biertje gedronken, hamburgers gebakken. Ja, was leuk. Ja, en dan klinkt dat een happy end en dan, oh, we leefden nog lang en gelukkig. Maar was het echt zo? Ja, een relatie zal nooit zo worden als met echte buren, maar ach, we leven naast elkaar en het gaat goed. Jullie wilden een hek, volgens mij tot ongeveer hier, toch? Ja, ja. Maar hij is toch behoorlijk lang geworden? Dit is het plekje trouwens. Wat, Ja, dat past er wel weer omheen. Ja, dat gaat allemaal goed. Maar waarom is hij dan tot zover gegaan uiteindelijk? Ja, dat is op zich de mooiste afscheiding. Daar heb je ook niet last van elkaars auto, dat je elkaar ziet, tegenkomt. Dus het maakt een beetje mooi af als je gewoon daar recht ophoudt. Ja, dan stopt het ook in één keer. Want wat me opvalt, hier is eigenlijk helemaal niet zo heel veel gebeurd aan deze kant. Nee, weinig. Dit is helemaal eigenlijk zoals het was, hè? Ja, hij heeft de steen opgeruimd en van de week heeft hij het laatste onkruid even een beetje weggehaald. Maar voor de rest, die ergernis van hem, die snap ik dan niet echt. Maar nee. Dat legt hem dan aan mij, denk ik. Ik ben op een hele nette manier heb ik hem al laten uitschelden via de jurist, maar dat heeft niks geholpen. Dus, de instelling van hem is arrogant en wat doe je eraan? Zullen we even kijken of hij thuis is? Want we hadden wel al gevraagd, maar hij had niet meer heel veel behoefte om nog wat te zeggen op camera. Hoe komt dat, denk je? Dan moet je hem vragen. Hij is niet, ik denk niet dat het te veel zegt, ik weet niet. Ja, nee. Hij heeft verloren in principe, daar komt het op neer. En ik denk dat dat toch wel gevoelig blijft voor hem. En hoe is dat in jullie contact? Als ik dat tegenkom, is het goed. En ik heb niks met hem, ik zal ook niks met hem krijgen en ik hoef ook niks met hem, maar het is gewoon, gezellig zo. Ja. Nou hebben jullie dit weekend een buurtfeest. Ja. Heel veel plezier. Dank je. De vlaggetjes hangen er al. Ja. Het wordt vast heel erg gezellig. Wordt heel gezellig hier. Bedankt. Dag. Oké. Okay. Zo, en nu ben ik in Zaandam. Hier in de binnenstad, in het centrum, staat een appartementencomplex. En afgelopen zomer was daar een enorme lekkage. Zo groot dat het zelfs op een waterval leek. De slaapkamer van de kinderen van Anna was compleet onder water gelopen. En na een jaar in de ellende te hebben gezeten, weten ze nog steeds niet wie of wat die lekkage nou veroorzaakt. Ja, dus betaalt de VVE en de verzekering niet uit. Dus eerst moet het lek boven water komen en dan kan er verbouwd worden. Nou, dat lijkt me een schone taak voor meester Visser en zijn deskundigen. Ik zie hier ook water. Ja, precies. De vloer is hier ook nat, echt nat. Oké. Misschien kunnen we even de gele plekken. Deze wand. Uit de grond. Hè. Die wand. Allemaal nat. Die wand. Ja, de dag voordat de lekkage hier zichtbaar werd, heeft mijn buurman, die... Het water was afgesloten, de hoofdleiding. Ja. En die is toen gaan douchen. Er kwam geen water uit de leiding. Dus die is een ongedoucht naar zijn werk gegaan en die heeft de douche open laten staan. En zodoende dacht ik ook eerst dat het bij de buurman vandaan kwam. Nou, dat is niet, lijkt me niet zo'n rare gedachte. Nee, dat was ook het eerste wat wij dachten. Alleen toen het twee dagen daarna weer regende, toen kwam het net zo hard weer. Ja, ja. Dus dan ga je toch, het kan niet alleen van de buurman afkomen. Kan iemand de kraan aanzetten? 1, 2,
Lijkt wel afdeling urologie. Nee, ik zei net, het is net de afdeling urologie, maar dit is niet zorgwekkend medisch gezien. Nee, dit gaat heel goed. Dit gaat heel goed. Zo, er gaat een hoop water in die goot. Is die vol? De vloeistof ligt op, dus bij UV licht. Dan moet ik heel drukken. Ja. Doe ik hem aan. Kijk, we zien een lichtblauwe vlek. Ja, dus als we dat beneden ook zien, dan weten we dat het water daar vandaan komt. Ja, een druppeltje. Ja, nu komt er weer een druppel. Ah, hier wordt het ook vochtig. Ja, dan wordt er omheen. Hier, eromheen wordt het vochtig. Ja, die leiding zit in de vloer ergens niet goed. Ja. Ja, dat kan ook omhoog gaan. Nou, het is duidelijk. Onze bouwdeskundige Peter Borgers die vond een heel klein gaatje helemaal daarboven op het dak. Een heel klein lek. Maar hij constateerde dat die hele lekkage, al dat water, werd veroorzaakt door een buurman die zijn kraan open had laten staan. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wie gaat nou wat betalen? Ja, op grond van het onderzoek van de deskundigen vind ik voldoende gebleken dat de eerste en voornaamste oorzaak van de wateroverlast de overstroming was bij de buurman van Oudejans. Dat neemt echter niet weg dat ook het gebouw gebreken kent. Ja, en dan ontkon de rechter er niet aan om de waterschade te gaan verdelen, naar gelang de twee meest aannemelijke schadeoorzaken. Te weten de overstroming bij de buurman en de bouwkundige gebreken. Ik zal bepalen dat 20% van de schade voor rekening komt van de Vereniging van Eigenaren. De rest moeten de grote Oudejans zien te verhalen op degene die zij aansprakelijk achten voor de overstroming. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Dank u wel. Nou, dit is toch een hele mooie fles. En die gaan we openmaken. Want ik ben benieuwd hoe zij ervoor staan. Of ze het geld allemaal van de verzekering geregeld hebben. Dan gaat hij namelijk open natuurlijk. Hoi! Zo. Kijk eens. Ja, Ter. Nou, Ter. Hey. En Anne, hoe is het? Hoi. Bart, hallo. Hoi, Jack. Ja, Jack, vriend van Anne. Zo, nou, ik had voor jullie een flesje meegenomen. Ga je op schoot zitten? Ja. Bij je ex, dat kan toch gewoon? Ah ja, dat kan hartstikke goed. Zo. Om te proosten. Op. Ja, op. Ja, dus dan heb ik echt al gelijk het idee. Gaat het niet goed? Nee. Nee? Nou ja, het is wel weer opgeknapt. Maar financieel is er nog niet veel over de brug gekomen. Ja, op de vereniging na. Ja, maar laten we het financieel. Ik wil eerst natuurlijk die kamer zien. Want die is opgeknapt. Het is dat we dus wel weer gewoon een huis hebben. Ja. De kinderen slapen nu hier. Hè? Die slapen... Ja, die gaan daar niet meer slapen. Die zeggen wat? Die gaan niet meer in hun eigen slaapkamer? Nee? Die durven het niet meer? Nee, die hebben trauma opgelopen. Echt waar? Ja. Maar nou... Maar we hebben een plafond weer. We hebben licht. Het ruikt ook heel fris. Ja. Ja, ik heb hem gewoon rustig opgebeld en gezegd, ja, het is, de uitspraak is er. Maar eigenlijk blijkt toch wel dat het open laten staan van de kraan door jullie, dat de oorzaak was van de lekkage. Op een gegeven moment was er geen mogelijkheid meer tot contact met de buurman. Toen ben ik naar zijn huis toe gegaan, dat was hier om de hoek. Toen heb ik zijn vrouw gesproken, die wist in een of niks. Dus die stond zo van... Wat is er allemaal aan de hand? Die vroeg aan mij, goh, is het ook opgegaan? Hoe is het opgelost? Ik zeg, jullie moeten toch alles regelen? Ze zegt, nou, ik weet van niks. Oh, maar dan zitten jullie zitten gewoon de hele tijd maar te wachten. Ja, ik heb het nu van mijn moeder geleend. Ja, dus, ja. Hé jongens, maar nu zit ik hier met een fles champagne. Wat zal ik hem meenemen? Of gaan jullie hem gewoon gezellig opdrinken als ik weg ben? En toch een beetje het gevoel van, nou ja, dat het ietsjes beter is dan wat het wie was weet, voor de laten we het staan totdat er inderdaad een geldbedrag wordt overgemaakt. Ik ga jullie een hand geven. Bart, succes. Goed.
Hoi. Nou, Linda. Groetjes. Succes. Ik hoop wel dat hij open gaat. Ja, dat hopen we allemaal. Natuurlijk. Iedereen is anders. Gelukkig wel.